Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video, man boys. In deze video gaat er weer iemand geprankt worden. Want zoals je kunt zien, zijn we ook op een ander account. En we zijn Spooterman. Vandaag gaan wij dus, zoals je in de titel ook kunt zien, gaan wij Spy Base Gaming namelijk in de maling nemen. Deze gozer kijkt eigenlijk ook wel mijn streams. En ik ben heel erg benieuwd of ik door gaat hebben dat ik het ben. Hij doet momenteel customs. Dit is eigenlijk de eerste video waarin dat wij meedoen aan customs. Hij is zelf ook een YouTuber. Boys, ik zou zeggen, ik ga ook naar hem een DM sturen, want hij stuurt soms ook een DM bij mij. En ik ga hem dus ook, zeg maar, nu sturen dan, van kijk, er gaat een vriend meedoen, die gaat straks vragen om te joinen. Mag die dan ook even joinen, want die moet u iets vragen. Dan vervolgens ga ik joinen, zogezegd die vriend van mij, en dan gaat er maar achter komen dat ik het de hele tijd was. Dus boys, we kunnen ook normaal gezien de hele tijd praten, maar dat weten we allemaal nog niet. Dus wat gaan we doen? We gaan ons voor de zekerheid toch maar op sitting out zetten. Ja, je weet maar nooit, boys. Je weet maar nooit. En boys, we zijn dus nu ook bij zijn stream. En we gaan dus heel eventjes kijken hoe ver hij staat in de custom. Ik heb gezegd, yo, ik ben nieuw. Oké, boys, hij gaat dus. Hij gaat squats. Hij heeft squats veel aan, of niet? Plank? Wat? Oké, okay, plank, dames en heren. Plank. Dus vergeet die niet gelijk zijn, jongens. Doe dat dan eventjes. En als je nu nog tijd hebt, jongens, aan mij. Oké, we gaan heel even kijken, boys. Dus ja. Ik zit erin, dames en heren. Oh, dit is het zo erg. Oké, okay, ik ga hem nu. Ik ga hem ook wel DM sturen nu. Ik ga hem DM sturen. Oké. Spybase. Oké, boys. We moeten het natuurlijk wel echt laten lijken, dus ik ga die gast even sturen. Yo. Mijn vriend doet mee. Hij wil u iets vragen. Oké. We zijn gestart, dames en heren. Oké. Eerste custom potje. Oh mijn god. Ik zit met een zekere Damien. Zekere Damien? Hallo, Laas, Paas, Noah, Chip. Wat een gekke mic heb jij, man. Nee! Doordat zit erin! Doordat zit erin! Boys. Ja, wat zullen we doen? Laten we maar ons stream snijpen. Voor degenen die willen stream snijpen, kunnen mij nu stream snijpen, ja. Kom gewoon maar. Zij willen toch heel graag zien. Ja, maak er een video van, zet het op TikTok of zo. Geen idee. Doe maar even. Ik ga me wel even van push to talk afhalen. Yo! Hallo? Oké, geen scrim. We willen dat wel doen met 56 man, maar... Alleen, dat gaat sowieso niet werken. Omdat de helft... Oh mijn god. We net waren we met 70 en nu met 50, dus hoe je bent gedaan gaan, dat er nog 25 over zijn. Hé, hey, daar is hij! Dus dan hebben we sowieso een auto. Is dat hem niet? Oh my god, waar is die? Oh my god. Ja, is goed. Nou ja, jongens, ik zou zeggen, jongens, succes met
streamsnipen. Oh mijn god. Ik ben benieuwd. Ik ga niet streamsnipen, boys, maar ik ga wel kijken. Nee, je hebt de spybase is gekilled. Boys, ik ga er niet meer heen. Ik ga er niet meer heen. Ik ben gewoon los. Hey, like, kom op. Ja, boys. Nog één like, hebben we bijna de 90 like aan, denk ik. Ah, jongens, goed gespeeld, man. Is iedereen daar, of niet? De bruggen staan een beetje in de hand. Ja. Oh, fuck. Oh, mijn god. De spoederman. Oh, ik ben getarget! Nee! Oh, ik ben getarget. Oh my god, oh my god, oh my god. Custom games met Spider-Man. Stel je voor, hij respecteert mij nu! Hij heeft waarschijnlijk geen enkel idee dat ik het ben, hè. Oh, oh. Oh, Noki. Dood. Dood, my man. I see you later. Alligator. Oké, boys, was misschien een klein beetje gespray, maar... Ja, boys, hij was ook weer... ik weet niet wie dat die gast was, maar GG naar hem. Sowieso. Als hij mijn video moest kijken... Dikke GG's, my man. Dan gaan we even kaken. Oh, ik ben benieuwd, boys. Ah, ik dacht, ik hoorde mijn naam, ik dacht in mijn eigen wat. Yo! Kom even voor die reboot, man. La Bobo. Die is in de comfortkamer geland. Vult met Hitboy en Anonymous 303. We hebben weer Anonymous. Eigenlijk weet u niet wie dat zijn. Appie doet ook mee. Oh, Appie is gekild. Oh, je zit ook met schiemsnijpers met Nilo. Oh, je... Pak die boot. Alba. Oh shit, wacht. Oh, en zeg jou even maar naar Ik ben bekend bij je reboot, man. Dan ga ik je proberen te rebooten ergens. Ik is ook nog levend, jongens. Mijn level 36. En Nilo ook Atlantis, jongens. Ja, dat zijn de schiemsnijpers. Ja, dat sowieso, maar dat is heel iets anders dan Oei. Ga jij hebben, man, bro. Zo. Bijna. Oh, oh, oh. Knock. Ja, voilà. I see you next time, my man. Tweede kill is binnen, dames en heren. Tweede kill. Ik ben, by the way, ook een video aan het opnemen. Ik zeg het maar even. Ik ben Spybase een beetje aan het pranken. Want hij kent mijzelf wel. Want hij kijkt mijn streams soms ook. Maar ik ben benieuwd dat hij erachter achterkomen dat ik het ben. Je ziet dat hem de one and only Ruben Gaming kent. Je kan toch ook zeg maar naar de, hoe heet dat? Weet ik niet, zelfs laat eens op zoek op YouTube. Ja, is goed, is goed. Dus, wat heb ik dus nu gedaan? Ik ben dus al een tijdje video aan het opnemen, wat doe ik nu? Ik doe nu met mij een custom game. Mijn bedoeling is eigenlijk dat hij mij gaat spectaten of met mij een team komt. Dan ga ik vervolgens aan hem, ik heb al een DM gestuurd van ja, mijn vriend doet mee en zo. Hij is spy die army. Hij moet u even iets vragen, laat hem joinen. Dan zit ik opeens met Mike aan. Ik ben heel erg benieuwd wat hij gaat weten. Ik ben echt benieuwd wat hij door gaat hebben. Ik denk eerlijk gezegd niet, omdat hij nog niet met mij in contact is geweest. Daar is een reboot.
Ik denk wel eerst dat ik wat shield ga innemen, want... En daar zijn mensen, ik vertrouw dat van geen haren. Hier zit nog een maat van mij in. Nook. Let's go. Oké, nu moet ik wel even healen. Ik krijg er gewoon stress van. Wat joh! Man, doe eens normaal. No! Je bent echt tandtoesprayer, man. See you later, alligator. Hoho. Nice hoor. Maar ja, sorry dat ik u nog niet ben gaan rebooten, bro. Ik ga het nu proberen, maar... Er komen er nu wel echt enorm veel op mij af. Hey, hallo! Oh, mijn... Hey, voordat je lief, wat is je YouTube-kanaal? Mijn YouTube-kanaal is Ruben Gaming, bro. Ruben Gaming, gewoon? Ja, Ruben Gaming. Dat is gewoon, zeg maar, hetgene... Er staat een jongen op de profielfoto. En er zijn er zo geen twee, want... Er was ooit gezeik geweest over dat mijn logo gepikt was en zo. En... Als ik mijn kop erop zet, kan niemand dat zeggen. Heb je het gevonden? Er staat een jongen op de... Ja, 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 mijn blauwe achtergrond normaal. Dat ben ik. Nice. Oh, je hebt er best wel wat... Ja, 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 ik ben ooit, ik heb ooit 1v1 tegen George Storm gedaan en sinds dan is dat zeg maar wel beginnen groeien. Maar ik heb zeg maar, de 1k heb ik wel aan Jordi te danken, zeg ik eerlijk. Maar de rest heb ik zeg maar helemaal alleen uit de grond gestampt. Ik ben ook meer dan een jaar bezig ondertussen. Dus, ik mag zeker niet klagen, dat zeg ik wel één ding. Oké, okay, dan gaat, oké. Okay. Ik moet namelijk eens proberen om hem te adden. Misschien gaat hij mij accepten dan. Oké, okay, maar goed, ik hoor je dan een andere keer wel nog eens, hè, bro. Ja, is goed. Hé, hey, later man, bro. Yo, yo. Poors heeft mij geëtst. Poors heeft me letterlijk gewoon geaccepteerd. Hij snapt, hij beseft niks gewoon. Hij heeft niet eens door dat hij met... Dat hij Ruben Gaming net heeft geaccept. Oké, okay, wacht. Matrix kill ze gewoon even, man. Ik zou zeggen, zet die weer. Ja, tuurlijk. Natuurlijk, die ken ik. Die van Lorenzo zegt die ook elke keer. Dan zorg dat, hè, boys. Even een verduidelijking. Ja, dat is normaal van me. Ik had nog gezegd ook. Boys, we gaan nog één potje custom.
We gaan nog één potje proberen om bij hem te komen. Want je kunt bij hem komen. En dan gaan we confronteren. Lorenzo. Dag Lorenzo. Dankjewel voor de like. Dag Lorenzo. Jongens, gun het spy alsjeblieft die 100 likes. Kom op man. Heb ik al gedaan bro. Lekker man. Hè? Wacht eens even. Praat eens een keer. Nee, Wimmen! Hela! Wat doe jij hier ineens? Wat denk je zelf? Uw vriend hier komen pranken? Lekker man, legend! Oh my god, je zit ook by the way in de video Lorenzo. Yes, yes! Ik wist dat hij hier is, want ik dacht in mijn eigen, oh fuck man, nu als ik bij hem kom. Oh my god. Hey bro, maar ik heb uw hulp nodig bro, Ja, is goed. Ik wil zeg maar dat hij ook geconfronteerd wordt. Dat is de doel van de video bro. Maar wacht, kun jij zonder problemen hem joinen? Ja, dat toch vast wel. Weet je wat, probeer hem anders te joinen? En zorg dat ik er ook mee in kan. Ik ben heel... Want hij heeft ook al met mij gesproken, hè. Ik heb ook al gevraagd van, kent je Ruben Gaming en zo? En hij antwoordde daar ook zo keihard op van, ja, ik weet, ik ken die en al. Ik heb hem even een join request gestuurd. Deze jongen. Deze jongen had het ook niet door hier. Oh. Echt niet? Ik denk, ik hoor ineens Ruben. Ah, oh my god, ik word gekild. Oh. Ja, je hoort opeens mij, dat is, ja. Dan denk ik van, hè, wat? Ik ben de, ik ben de spoederman, hè, you know, spoederman. Ja. Aangezien ik ook al de spoederman van de stream ben. Hey, Visie, laat mij eens gerust. Hier zit er een achter mij aan, jongen, die zit me de hele tijd te killen. Help me. Kom zo snel mogelijk aan. I'm the spoederman, hè? I'm the spoederman. Waar ben jij? Achter jou. Top, hier, pak. Hé, dat is een raar dansje. Ja, maar ik heb er nog meer, hoor. Ik zeg het gewoon eerlijk, ik heb deze gewoon gekocht. Ja, bro. Die is vandaag in de shop, I know it, hè. Ja, ik moest hem gewoon hebben. Oh, maar bro, nu moet ik de reactie van Spybase nog hebben. Ik heb gewoon twee vliegen in één klap. Ik heb ook zelf een supporter create en ik kan ook custom hosten. Oh, lekker hoor, bro. Jij hebt ook vooruitgang geboekt, zie ik. Ja. Deze jongen. Jij gaat ook nog goed gaan, ze. Maar ja, kijk, weet wat het ook wel was? Ik moest iemand vinden om te kunnen pranken. En opeens dacht ik in mijn eigen van, ah ja, Spybase Gaming kent mij ook. Maar je wist niet dat ik daar was of wel? Ik wist dat pas toen dat ik letterlijk zag dat jij in die game zat. Ik zag u Thanks to the Bus Driver doen. Toen dacht je van, oh... Ik dacht, oh my god, dit wordt leuk. Niemand weet dat ik dit ben, hè. Onze teammate denkt ook van, what the fuck? Wie is Black Nenad? En dat weet ik niet, ken ik niet. Iemand op ons? Oh, hij is loose. Ah, bye bye. En dan laten zit hier nog mensen in die mij kennen, nee toch? Ja, vanwege Jordi Storm. Wie? Jordi Storm heeft Spybase Gaming gestreamd, ik ben door hem gekilled. Door Jordi! Ja, ik meen het, ik zweer het, ik zit in zijn video. Jij zat in zijn video, want die staat toch online al? Ja, ik was niet tipsy, ja. Ah ja! Juist, ik heb die video ook gezien!
Ik was tipsy. Ik werd gewoon shit. Ik werd gewoon shit. Maar waar zijn jullie al? Hé, we gaan dansen en flansen, niet? Als hij ons pakt, dan... ja, als zijn teammate moet echt dood gaan. Nooit gedacht dat ik dit was, hè? Nee, nee, nee. Hé, hey, Lorenzo, ik heb er nog iedereen. Tere, 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 tere. Ah, die heb ik ook. Nice. Heb je deze? Wat? De welke? Nee, die heb ik niet. Oh. Spectate mij, hij moet ons nu spectaten. Hij moet nu ons spectaten. Als ik me nu spectate zie, dan... Hij kijkt die spectate naar Appie. Maatje voor mij. Oh, Appie. Is dat niet Appie? Ah, is die ook niet eens een keer bij mijn stream geweest? Ik denk dat iedereen bij mijn stream is geweest. Ja, dat klopt. Mijn kijkers, hè. Hé, hey, we gaan even popcorn genieten. Doe ik mee. Wacht, waar zit die iemand? Hé, hey, ik ga je ook gewoon netten, man. Ja, lekker, man. Ik ben nu ook aan het grinden voor die pickaxe die jij nu aan hebt, man. Ik heb die op mijn main account ook al. Ik heb daar mee gespeeld tijdens stream, jongen. Oh, oh, king goe. Lekker, man. Oh, nooit gedacht dat ik twee vliegen in één klap zou hebben. De vorige keer bij Heist was dat ook, hè. Oh, mijn god. Ik wist echt niet dat ik bij jou zou komen. Ja, ik ook niet. Ik dacht in mijn eigen van ja, ik ga bij Spybase komen, maar nee, toch niet. Ik kom bij deze one and only guy. Ja. Maar vorig potje, ik had 3 kills of zo, hè. Lekker, man. Oh mijn god. Hij heeft ook gewoon totaal niks door. Hij denkt in zijn eigen, ah oh ja, nieuwe kijkers, Spidey Army. Hij stelt ook gewoon geen vragen, hè. Kijk eens, ik zeg de hele tijd in de chat dat ze alles moeten doen. Ja, ja, juist, ik zie u dat letterlijk doen en vandaar wist ik ook van, oh shit. Hij moet echt die 100 likes halen, ik vind het hem echt. Nee, ik eigenlijk ook wel, hij gaat wel goed hoor. Hij gaat de laatste dagen echt gewoon echt lekker. Ja, bij mij is dat dan zo dat ik zo wat minder ga. Ach joh, kom nog wel. Oh fuck, ik ga denk ik nog doen het. Of nee, toch niet, hehehe, ben er. Oh. Pot verdekken. Tereriri. Ik ken deze. Iemand doet take the L op zijn stream. Ja, ze zijn allemaal toxic kijkers hoor. Hey, Lorenzo. Ja. Yeah. Yo, thanks. Pak maar. Ik heb wel white healing nodig, man. Anders ga ik echt dood. Oh, ik heb hier, wacht. Ah, oh. Ja, nice, thanks, man. Yo. Ook zo echt iemand eindelijk die mij kent, ook qua vriendheid, hè. Ja, ten eerste, ik zit in je clan. En ten tweede, we kennen elkaar al fucking lang. Ja. Yeah. Het is wel zo, je zit wel in mijn clan, juist, ik was het al wel kan vergeten, maar de Ruben Gaming Clan is ook terug, hè? Ja, ja, ik heb gezien. Ja, Ruben Gaming Clan moet een beetje groter worden, hè? Daarom. Mensen gaan mij uitdagen, ja, dan Ik heb je uitgedaagd door Trio Arena Clan, en dan? Ik zit erin. Ja, dat weet ik. Oh, maar ja, weet je bro, ik ben er ook nooit uitgezet. Maar... Daarom. Lekker man. Weet je, kent jij het account Drift on Skull nog? Welk account? Drift Skin, waarmee ik Heist heb gebracht. Ja, ja, ja. Ik ben de account kwijt, hè. Hoe dan? Iemand zat er opeens op en heeft mijn wachtwoord veranderd, kon er niet meer op. Oh mijn god. Ja, en nu bij deze kan het niet meer, want stap een e-mail waar ik alleen op kan, yeah. En het rare is... Deze account is nog OG'er dan dat Drift on Skull account, hè. Lekker.
Dus we hebben echt tevreden, man. Ik heb mijn drift on skill eindelijk back. Ja, is echt zo nice deze dansjes doen en zo. Maar ik heb echt geen zin om mensen. Maar Black Nenas, die ken ik precies ook. Is dat niet de Nenas? Nee, dat denk ik niet. Nenas! Kun je praten? Ik zit altijd naast stream, maar hem altijd in de lobby. Yo, okay. Goedkope Minty. En what the fuck? Zo zie ik hier Marco Posato zegt: Spybeestje moeder. Ik denk in mezelf, mensen hebben nu echt geen verstand, jongen. Rij weg. Oeh. Oh nee! Oh, dat is een sweat, hoor. Hij is echt goed. Hij is niet slecht. Damn, to guy! Ja. Hey, Lorenzo, nu moeten we het namelijk wel. Allee, nu moet het wel echt gebeuren dat ik de confrontatie ga doen bij hem. Ja, is goed, wacht, ik ga regelen. Ja, thanks, bro. Ja, random. Spybase, ik heb iets voor je, kom lobby. Ja, je hebt Ruben Gaming op bezoek. Uw reactie ook, hè? Wacht eens even. Nee. Hij moet mij even laten joinen. Dat is ja, daarna denk ik. Ik mag daarna denk ik joinen. Let maar op. Maar gaat hij niet kwaad worden als hij merkt dat ik dan ook ga joinen plus dat ik een video opneem? Nee. Dat gaat hij denk ik 100% leuk vinden. Maar wauw, bro. Je zou maar Elite Agent gaan aandoen om letterlijk toxic te gaan doen. The fuck hoor ik. Hey! Dan word je gekild. Oké, Big T, dik S naar jou. Letterlijk no joke, Spidey broeder. Heb jij geen Spider-Man? Jawel. Ik heb alle stijlen al. Oh, David. Nice hoor, ik ook. Ja bro, op mijn account, maar op dit account moet ik het nog kruinen. Kijk hoeveel uren en dingen ik heb, let op. Niet schrikken, hè. Maar heb je het gefixt? Ja, zometeen, let op. Oké. Dit wordt een geniaal. Kijk in de chat. Kijk naar mijn uren en de coins. Ben jij aanpak? Ja. The fuck? Je hebt er veel, man. Tfoe. Je bent elke stream bij hem of zo. Ja. Ai, na vriend. Boys, by the way, even om te zeggen, we zien jullie zo meteen terug, boys, als de confrontatie daar is. Oma. Spidey Army, yo. Jij kent mij, of niet? Wie is dat? Dat is Ruben Gaming. Ai! Je hebt me door, ja. Ja, ik heb je lang al door. Ik heb me al lang door, oei. Ja. Ai. Dat is mijn missie niet gefaald. Dat is mijn missie helaas gefaald voor de video dan. Ja. Dat is wel jammer. Ja, wel jammer bro, ja wel jammer. Dat moet dan via Lorenzo. Wacht, wat? Via Lorenzo. Besef hè, hey Spa, ik zit in zijn clan hè. Echt? Ja, klopt. Ruben Gaming Clan. Daarom hebben ze het hele dag over jou. Ja, er zijn zo echt zo van die mensen die mij zo kennen van hier uit de stream ook. Net als Appie, die er ook in zat. Appie, ja, die is net gekild. Appie! Nee, die wordt altijd als eerste gekild daarom. Oh. Code is nog hetzelfde, jongens. Ik ga alleen maar op een knopje drukken en komt al een beeld. Hey Spybase, je weet wel dat dit een video is dan, hè? Ja, dat is helemaal prima, joh. Is goed, joh. Heb je weer content, toch? Ja, boys, mijn missie is niet echt goed geslaagd, zou ik zeggen.
Nee. Oh, jammer. Nou, dat hoor je toch gelijk, Ruben. Dat jij daar bent. Oh. Ik zat bij hem ineens, ik denk van... Ja, echt waar. Je moest hem horen. Ik zo... Ja. Ik zo... Ja, dat jij ben. Dag Lorenzo. Ik zeg ook zo, dag Lorenzo. Hij zegt, wacht eens even. Ja, maar boys, ik ga dan weer gaan. Fijne avond nog, boys. En ik spreek jullie, boys. Ja, later. Hey, yo. Ja, is goed. Ik spreek jou, man. Is goed, man. Hey, yo, boys. Oké, boys. Dit was weer de prank video. Spybase Gaming had het helaas wel een beetje door. Dus mijn missie is niet geslaagd. Maar, boys, we hebben nog wel een gouden reactie. Namelijk van Lorenzo. Die gozer had het totaal niet door. En, ja... In ieder geval, boys, dit was weer een... Oh my. Dit was weer een leuke video, man, boys. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Doe zeker dat blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal, boys. Vergeet zeker dat notificatiebeltje niet aan te zetten. En, boys, ik jullie graag weer terug bij weer een nieuwe livestream of video, man, boys. Hey, yo, boys.